Ik heb een ongelooflijk ontzag voor koning Albert. Ik herinner me niet dat er ergens een probleem geweest is. De koning dient niet als een hulpmiddel om druk op andere partijen te gaan uitoefenen. Ik spreek tegen dat ik die instelling zou pogen te gebruiken hebben. Dat is symbool van de natie. Dan denk ik dat het voor België deze monarchie toch wel de beste oplossing is. Eerste ministers komen en gaan, koningen blijven langer bestaan. Vanavond ziet en hoort u de 5 premiers die een regering geleid hebben tijdens 20 jaar koning Albert. Welkom bij Panorama. De ene Coburg is de andere niet. Na Boudewijn de Vrome, die de abortuswet niet wou ondertekenen, leerden onze politici Albert de Gehoorzame kennen, die zonder morren zijn handtekening zette onder wetten, zijn rol speelde bij regeringsvormingen en het volk troost bracht in bange dagen. Van de politieke plannen om na Boudewijn de macht van de koning in te perken kwam niets in huis. Albert zelf die haalde de buit wel binnen, een dotatie voor zijn kinderen. Kijkt u mee naar De Gehoorzame Koning, een reportage van Iva de Vadder en Mark de Visser. Formidable. Formidable. U était formidable, j'étais formidable. 3 juli 2013. De koning heeft het land toegesproken. De toespraak kwam onverwacht, maar toch was het geen verrassing dat koning Albert zijn aftreden bekendmaakte. Dames en heren, diep ontroerd richt ik mij vandaag tot u allen. Na een regeerperiode van 20 jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. De regering ziet de koning met spijt in het hart vertrekken. Want Albert was politiek gezien een gehoorzame koning. We hebben met spijt vernomen dat de gezondheid van de koning hem niet meer toelaat om zijn ambt uit te oefenen zoals hij dat zou willen. De federale regering drukt haar respect en begrip uit voor de beslissing van de koning. De carrière van Albert als koning start vrij onverwachts in de zomer van 1993 na het overlijden van zijn broer Boudewijn. Koning Albert was niet voorbereid, was ook niet van plan koning te worden. En had dus op dat vlak, vooral in het politieke, weinig of geen ervaring. De koning, le roi, de koning. Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgisch volk zal naleven. 'S Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. De overgang van Boudewijn naar Albert verloopt rimpeloos. De politici ontvangen hem met open armen omdat hij een ander karakter heeft dan zijn broer en ook omdat de ervaring van kant wisselde. Bij koning Boudewijn kwam je met iemand die 40 jaar ervaring had, die ook het koningschap als een echte persoonlijke opdracht beschouwde, die ook imponeerde door zijn persoonlijkheid, die u ontving achter zijn bureau, dus met enige afstandelijkheid. Terwijl bij koning Albert het onmiddellijk naast één was, rond de open haard, dus veel directer. Met ook die bijzonderheid dat de ervaring van kamp veranderd was. Koning Boudewijn zat 40 jaar op de troon als ik bij hem kwam als minister en ook als eerste minister. Premier en koning vormen in onze constitutionele monarchie een belangrijke tandem. Ze zitten grondwettelijk aan elkaar vast en ontmoeten elkaar elke week, meestal op maandag.
En krijgt u een aperitief? Nee, af en toe een koffie, ja. Want het is in de het einde van de voormiddag altijd. Het is gewoonlijk vanaf 11:30 tot 13 tot 1, 11:30. In mijn tijd was dat dus 11:00 en 12:00, 1 uur audiëntie, waarin dat er een overzicht wordt gegeven van de beslissingen die de ministerraad genomen heeft, van de hete politieke hangijzers die aan de orde staan. Naast de mening van iemand die toch bijzonder veel ervaring heeft in het minstens observeren van hoe het land functioneert en geleid wordt en aan politiek wordt gedaan, is de koning natuurlijk ook een knooppunt van informatie. In die zin dat hij uit gesprekken, enfin, dat hij heel wat belangrijke mensen ziet, cruciale hoofdrolspelers in diverse domeinen, politiek, sociaal, economisch. In de grondwet, zoals die in de 19e eeuw werd uitgeschreven, staat duidelijk dat de koning niet verantwoordelijk is voor zijn daden. Het betekent wel dat elke daad die de koning stelt, elk woord dat hij spreekt, door een verkozen politicus moet worden gedekt. Dat is eigenlijk het juiste systeem. En dat is ook het enige systeem dat kan werken. Anders wordt het staatshoofd voorwerp van een politieke discussie, van een politieke hetze. Dat is het enige leefbare. Een systeem waarin dat de koning op eigen initiatief politieke daden zou kunnen stellen, maar waarbij dat men hem op geen enkele manier kan afzetten en zo meer. Dit lijkt mij geen werkzaam en zeker geen democratisch systeem. Dus het enige dat je, waar je kunt dat erfkoningschap politiek en democratisch verdedigen, is indien je de politieke verantwoordelijkheid bij de politici legt. Een goede verstandhouding tussen regeringsleider en staatshoofd is dus onontbeerlijk. Dat ontstaat, denk ik, spontaan. In de tijd van Leo Tindemans sprak men van het mystiek huwelijk tussen koning Boudewijn en Leo Tindemans. Ook tussen koning Boudewijn en eerste minister Martens. Dus die band was heel, heel sterk. Ook tussen meneer Verhofstadt en koning Albert was er een hele, in de loop van de jaren gegroeide, hele nauwe samenwerking. En het is ook zo dat op dat vlak er ook een evolutie geweest is. Koning Boudewijn en zeker Leopold III, die probeerden werkelijk ook van een politieke invloed te hebben. En je leest onder meer in de memoires van Gaston Heyskes dat koning Boudewijn echt probeerde van hem te overtuigen van ontslag te nemen, een andere regering te maken en zo meer. Dit is, na Boudewijn is dat niet de stijl van koning Albert en heb je op dat vlak geen echt poging van invloed naar echte politiek. Al blijven er twijfels over de politieke invloed van de koning, zoals in 1996, wanneer de politie erin slaagt om de twee ontvoerde meisjes Sabine en Laetitia levend terug te vinden. De ontvoerder blijkt Marc Dutroux te zijn en al snel wordt duidelijk dat hij nog 4 andere meisjes heeft ontvoerd en om het leven heeft gebracht. Het land rouwt om Anne en Eefje, om Julie en Melissa. En uit elk detail van het onderzoek blijkt dat politie en gerecht hebben geflaterd. Toen was er werkelijk een sfeer van revolte. En dit keerde zich niet alleen tegen justitie, maar ook voor een stuk naar de politiek toe. En de ouders hebben zich toen tot de koning gericht. En de koning heeft toen met de organisatie van die ronde tafel en zo meer die emotionaliteit kunnen opvangen aan de vooravond van de Witte Mars. Waardoor de Witte Mars inderdaad een Witte Mars geweest is als signaal van onbehagen. En daar was het van belang van die emotionaliteit te kunnen kanaliseren. De ouders hebben daar ook een belangrijke rol in gespeeld, want die wouden geen revolte, die wouden dat hun bekommernissen ontmoet werden. En die hebben ze dan bij de koning het luisterend oor gevonden die toegelaten heeft van dit op te vangen. Hetgeen gebeurd is, moet er ons van overtuigen dat de burger met verantwoordelijkheidszin vele drama's kan voorkomen door met de veiligheidsdiensten samen te werken.
Weliswaar zal het tot stand brengen van de gewenste verandering een werk van lange adem zijn. Maar het zal gebeuren. Door die houding lijkt het alsof de koning premier De Hane op de vinger stikt. Die vond het niet nodig dat de koning terugkeerde uit vakantie toen de meisjes werden teruggevonden. En dus lijkt het alsof de koning ingaat tegen de regering De Hane. Wel, we zijn toen tot op de grens gegaan. Maar elke communiqué, elke speech was telkens gedekt door een minister. Dus op dat vlak was er geen probleem. Maar het omgekeerde is eerder waar. De politiek schakelt de koning in en niet voor de laatste keer. Maar in die periode, in de aanloop van de Witte Mars, is de rol van de koning heel belangrijk geweest. En we hebben hem ook bewust die rol laten spelen. Dit was volledig politiek gedekt, dus er was op dat vlak geen probleem. Voor één gevaar blijft de politiek beducht. In 1990 weigert koning Boudewijn de abortuswet te ondertekenen. Er ontstaat een grondwettelijke crisis. De toenmalige regering onder leiding van Wilfried Martens moet een truc gebruiken en de koning één dag ontheffen van zijn grondwettelijke machten. Dit nooit meer, denkt een hele generatie politici. Persoonlijk was mijn inspiratie dat ik inderdaad overtuigd ben dat de functie, en wil je het instituut behouden, dat de functie moet evolueren naar een meer ceremoniële functie. En dat houdt onder meer in dat hij geen wetten meer bekrachtigt? Bijvoorbeeld. Nadat de Kamer en de Senaat gestemd hebben, kan dat perfect ondertekend worden door de voorzitter van Kamer en Senaat, die het hoofd zijn van de wetgevende macht. We weten toch allemaal dat sinds het niet ondertekenen van de abortuswet door koning Boudewijn er een consensus was binnen de schoot van de Belgische politieke wereld om te gaan sleutelen aan die artikelen. De politiek wil een herhaling van de abortuskwestie vermijden. En met een euthanasiewet in de maak eist koning Albert zelf een nooduitgang. Toen is het in een gesprek met de koning geweest dat ik gaan zoeken ben of dat daar een mogelijkheid was. Omdat in het begin dat koning Albert koning was, ja, keek hij heel sterk op naar zijn broer, naar het voorbeeld van zijn broer. En was hij beducht voor het moment dat hij een wet zoals de abortuswet zou moeten tekenen. En op dat ogenblik was in perspectief de wet op euthanasie. Ik heb toen een paar formules uitgetest, maar die zijn ook dan vrij vroeg uitgelekt en dat bleek inderdaad niet werkzaam te zijn. En de evolutie bij de koning zelf is dan van die aard geweest dat op het ogenblik dat de euthanasiewet gekomen is, hij dit zonder problemen getekend heeft. Herman Van Rompuy, nochtans CVP-voorzitter op het moment van de abortuskwestie, vindt nog altijd niet dat de grondwet op basis van één incident moet worden gewijzigd. Ik denk dat het zo'n uitzonderlijk gebeuren is dat men niet hoeft te legifereren in functie van dat ene heel specifieke geval. Ik denk niet dat er een vorst in de toekomst zal aan denken van dit soort initiatief te herhalen. En dat in mijn ogen daarvoor ook de regels niet moeten gewijzigd worden. En naarmate de jaren vorderen stelt de gehoorzame houding van koning Albert alle premiers gerust. We hebben nooit meegemaakt, denk maar bijvoorbeeld aan de wetgeving over de euthanasie, wat we onder koning Boudewijn meegemaakt hebben met andere wetgeving, bijvoorbeeld abortuswetgeving. Er is eigenlijk nooit op enig moment enig probleem geweest, ook nooit enige kritiek geweest ten aanzien van koning Albert. In ruil voor zoveel gehoorzaamheid is de politiek veel minder streng voor de financiën van het koningshuis. Bij de eedaflegging van koning Albert in 1993 wordt de civiele lijst of zijn jaarlijks inkomen vastgelegd en krijgen koningin Fabiola en kroonprins Philip een volwaardige dotatie. Maar de koning wil financiële ondersteuning voor al zijn kinderen. Toen koning Albert koning geworden is, heeft hij gevraagd dat zijn kinderen, of gezegd dat zijn kinderen ook een functie zouden vervullen. En dat hij vroeg dat ze daarvoor een zekere dotatie zouden krijgen. Daar is de regering toen in de emotionaliteit van het moment op ingegaan. Moest het vandaag tegen beginnen zijn, dan zou ik dat niet meer doen.
En de hanen verschuilt zich achter de emotionele golf die het land overspoelt na de dood van koning Boudewijn. Ja, dan hoeft u maar uw archiefbeelden te gaan bekijken van wat er rond het overlijden van koning Boudewijn gebeurd is. En het vastleggen van de dotatie is bijna in de daaropvolgende dagen gebeurd, omdat dit moet gebeuren helemaal in het begin van het koningschap. Het gevolg is dat ook prins Laurent al snel een vergoeding krijgt, al is het geen volwaardige dotatie. In 1994 wordt Laurent voorzitter van de VZW Kind, een VZW die zich om het milieu bekommert. En als voorzitter van die VZW krijgt prins Laurent een vergoeding. Als de eerste minister van toen dat zelf zegt, dan zal ik daar hem niet tegenspreken. Ik denk dat men toen een beetje te ver is gegaan in de dotaties, in de dotatietoekenning, hoewel dat de dotaties voor de prinsen eigenlijk later gekomen zijn dan in 1993. Na de verkiezingen van 1999 in het teken van de dioxinecrisis wordt Guy Verhofstadt premier in de plaats van Jean-Luc Dehaene. Ik zweer vertrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. De relatie tussen de nieuwe regeringsleider en het staatshoofd is uitstekend. Tijdens de regeerperiode van Verhofstadt viert de koning ook de 10e verjaardag van zijn bewind met een groot volksfeest. Uiteindelijk zal Verhofstadt de premier worden die het langst zal samenwerken met de koning, 9 jaar lang. Ik heb een ongelooflijk ontzag voor koning Albert, voor de manier waarop hij dat gedaan heeft. Wars van elke arrogantie is open. Ik heb hem ook meegemaakt zo in die periode. Als we die treinongeluk, dat zware treinongeluk hebben gehad. In 2001 botsen 2 treinen op elkaar ter hoogte van het Waals-Brabantse dorpje Pekro. 8 reizigers komen om het leven. In 2004 raakt een graafmachine een gasleiding in het Henegouwse Gellingen. 24 mensen komen om het leven. En ik heb dan gezien hoe hij bij die families ging. Van die net iemand in een treinongeluk of in die gasontploffing verloren hadden. Hè. Juist uw man of uw zoon verloren. En hoe hij daarmee omging. Die troost bracht. Dan moet je het eerlijk zeggen, dan slikte wel een keer. En zeg je, dat ben ik zelf. Nee, ik politieker. Eigenlijk niet toe in staat om dat over te brengen. Maar de koning heeft nog opdrachten. Zo spreekt hij het land toe op 3 verschillende momenten. Bij de nieuwjaarsreceptie voor de gestelde lichamen, bij de nationale feestdag en met kerstmis. Ook die toespraken vallen onder de verantwoordelijkheid van de premier. Mijn ervaring is dat meestal gezegd wordt enkele weken vooraleer er een toespraak moet gegeven worden of een lezing, een toespraak. Wordt er even gezegd wat de inhoud zou kunnen zijn. En dan komt er een ontwerp 1 of 2 keren aan bod in zo'n audiëntie. En dan dek je die, ja. Als jij zegt, oké, dat kan gezegd worden. Op die wijze, dan neemt de eerste minister daarvan de politieke verantwoordelijkheid. En je moet voldoende politieke feeling hebben om te weten waar dat het delicaat is en waar niet. En ik heb op bepaalde ogenblikken wijzigingen aangebracht of gesuggereerd in de teksten. Maar dus dat leest je ter plekke. Je moet dan wel dubbel aandachtig zijn, omdat je eigenlijk daar toch je goedkeuring geeft aan wat de koning zegt. Tijdens de eerste jaren is er weinig ophef over de koninklijke toespraken. Maar in 2006, ondanks of juist door de politieke dekking van premier Verhofstadt, ontstaat er beroering wanneer de koning waarschuwt voor omvloerst separatisme. Ces situations inégales entraînant des transferts entre régions sont communes à beaucoup de pays en Europe. La réponse à cet état de choses ne réside pas dans un repli sur soi de chaque région, non plus dans le développement de sous-nationalisme, ni dans un séparatisme explicite ou feutré. Eén partij voelt zich geviseerd. We waren toen in de periode van het zogenaamde kartel CD&V-NVA, maar een kartel dat
numeriek totaal gedomineerd werd door de CD&V, die geen separatisten waren. En dus het is wel geïnterpreteerd als anti-kartel. Ik vond dat partijpolitiek en ik vind dat daar de koning zoveel mogelijk moet buiten blijven. Ik vind het gebruik van dit soort bijvoeglijke naamwoorden en het toedichten van intenties is bijzonder gevaarlijk, denk ik, voor de grondwettelijke instelling die het koningschap is. De toenmalige premier blijft de tekst die hij goedkeurde verdedigen. Ik vond dat evident. Toen vond ik dat heel evident dat er... ik zou zeggen, als je ziet wat er dan de jaren daarna gebeurd is, heeft het alleen maar bewezen dat het juist was, die passage, dat er toch wel een echte separatistische tendens in de Belgische politiek naar boven is gekomen. Ik zou zeggen, het woord omvloerst is er eigenlijk al te veel aan. Ja, ik kan ook begrijpen dat hij dat nu zegt, ja. Dat is de politieke stellingname van een premier dan, hè, die een ideologie verdedigt. Ja, en ik vind dat niet de beste plaats om dat te doen, koninklijke toespraak. Maar goed. Dat is kritiek eigenlijk toch wel, hè, op uw voorganger. U zegt dat... Maar nee, ik blijf consequent met wat ik toen heb gezegd. Ik vond dit niet zo'n intentie gaan zoeken achter een standpunt dat... breed gedragen was, inclusief trouwens door de partij van de toenmalige eerste minister, daaraan toedichten de bedoeling van het land te spitsen. Enfin, één, naar methode vind ik dit niet aangepast. En twee, het was ook niet de realiteit, het was ook niet de werkelijkheid. Maar in het algemeen vinden alle regeringsleiders het wel logisch dat de koning in zijn toespraken pleit voor het bijeenhouden van het land. Dans toutes ces questions liées au nationalisme, il n'est pas anormal que le roi ne soit pas d'accord avec des séparatistes. Comment voulez-vous qu'un roi puisse accepter l'idée qu'une partie du royaume, donc du pays, puisse se séparer d'une autre partie? De vraag is of een dergelijke toespraak ook gedekt zou kunnen worden door een premier van de N-VA. Natuurlijk, de liefde moet van twee kanten komen als men van liefde kan spreken. Ik zie nog niet zo vlug een N-VA-politicus heel close willen zijn bij de koning. Laat staan dat het omgekeerde het geval is. Philippe, neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. Na het huwelijk van prins Filip met Mathilde in 1999 wordt zijn dotatie verhoogd. In de loop van de volgende jaren krijgen ook prinses Astrid en prins Laurent een volwaardige dotatie. De regering Verhofstadt willigt daarmee de oorspronkelijke wens van de koning in, maar creëert ook een unieke situatie. Nergens anders krijgen alle koningskinderen een dotatie van de overheid. Omdat er een totale, heel gevaarlijke evolutie bezig was, waarbij bepaalde van de kinderen van de koning betaald werden, een inkomen hadden door middel van subsidies die aan VZ2's werden gegeven. Subsidies die dan door, denk de deelregeringen, werden geleverd. Ik was ook niet zeer gelukkig met die constructie. En de regering is daar ook weinig of niet rechtstreeks in betrokken geworden. En zoals het achteraf geëvolueerd is, denk dat het een goede zaak is dat men die toen heeft opgedoekt. In ruil voor de dotatie verwachten politiek en publieke opinie dat de koningskinderen zich voorbeeldig gedragen. Ze moeten zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. In de periode dat ik eerste minister was, heb ik heel duidelijk aan prins Laurent, in overleg trouwens met het paleis, laten weten dat hij geen economische activiteiten kon vervullen, ofwel dat hij dan moest afzien van zijn dotatie en een gewone burger worden. Maar ondanks de aanmaning tot terughoudendheid reikt prins Laurent op enkele jaren tijd het ene incident aan het andere. Hij verkoopt de foto's van zijn kinderen, moet getuigen op een proces over gesjoemel met geld van de marine bij de renovatie van zijn eigen woning, waagt zich aan een immobilietransactie met een villa in Italië of probeert zaken te doen in Congo. Ik vond wel dat door het feit dat er een dotatie is voor de kinderen van de koning, dat ze minstens
Misschien niet grondwettelijk of legistiek wettelijk, maar in elk geval moreel verplicht zijn om dan ook dezelfde regels te volgen. Ja. Dus die terughoudendheid in acht te nemen. Door naar buiten te komen, leert je ook zelfzekerheid kweken en identiteit opbouwen voor jezelf. Ook kroonprins Filip heeft moeite met die terughoudendheid, al gaat het bij hem om politiek getinte relletjes. In 2004 verkettert hij de partij Vlaams Belang in een interview met het weekblad Story. Nauwelijks enkele maanden later ondertekent hij een manifest van het Verbond van Belgische Ondernemingen, waarin het beleid van de regering op de korrel wordt genomen. Op een bepaald ogenblik vond ik het nodig om te zeggen, ja, dit kan niet, dit moet stoppen. In de theorie is dat men enkel politiek verantwoordelijk is voor de koning. Maar de praktijk is natuurlijk ook in het parlement wel een beetje verschillend. Dat is dat telkens als iemand van de koninklijke familie iets zegt of doet, dat hebben we nu ook gezien met de heisa rond koningin Fabiola, ja, dan kan je die theorie moeilijk volhouden. De meerderheid in het parlement of het parlement zal u toch verantwoordelijk achten, ook voor wat de kroonprins of een andere prins of een ander lid van de koninklijke familie doet. De incidenten leveren de politici wel nieuwe argumenten op om de grondwettelijke macht van de monarchie in te perken. Maar voortaan is koning Albert niet meer de eerste zorg, wel de toekomstige koning Filip. De insteek die ik had, was het voor de herziening vatbaar stellen van artikel 195 van de grondwet. Artikel 195 stippelt de procedure uit om de grondwet te wijzigen. Een lange procedure. Maar wie het artikel wijzigt om de grondwet aan te passen, heeft meteen een instrument om ook de grondwettelijke machten van de koning te veranderen. En dus dat gevoel was van, oké, we hebben dat achter onze hand, hè, de mogelijkheid van artikel 195, maar er is vandaag geen enkele nood om dat te doen. In 2007 verliest Verhofstadt de verkiezingen. Yves Leterme is als leider van het kartel CD&V-N-VA de grote winnaar. In juli van dat jaar breekt de koning zijn heup. Hij moet de eerste onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe regering begeleiden van op een ziekbed. Die onderhandelingen slepen trouwens aan. En na jaren van relatieve rust loopt de koning in de kijker. Hij wordt meegesleurd in een politieke crisis. Wel, als koninklijk verkenner ben ik heel veel bij hem geweest. Uren aan een stuk. En dat verliep volgens een vast stramien. Dat was, eerst legde ik hem uit waar ik mee bezig was, waar we de moeizame vooruitgang aan het maken was. En dan daarna was er een moment van bijna relaxatie. En dan werden heel veel grappen verteld. Omdat in die spanning we allebei moesten ontladen. Tijdens zulke onderhandelingen bevindt de koning zich in een heel kwetsbare positie. Daar is natuurlijk een periode waarin dat de koning toch zelfstandig initiatieven neemt. Na eerst uitgebreid geconsulteerd te hebben, neemt hij zelf de verantwoordelijkheid, in dit geval bijvoorbeeld voor het aanduiden van deze of gene man of vrouw voor een of andere opdracht. Daar bestaat geen eigenlijke politieke dekking voor. Dat is onder zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat kan controversieel zijn. Daar komt nog bij dat een nieuwe generatie politici het minder nauw neemt met het beruchte colloque singulier. Dat is de regel dat je niet uit de biecht klapt over wat er verteld is tijdens een ontmoeting met de koning. Het is zeker ondermijnend trouwens. Degene die dat doet ondergraaft ook zijn eigen positie, omdat nog eens het colloque singulier en het uitwisselen van ervaringen, van inzichten, is voor degene die een audiëntie wordt ontvangen, is meestal heel nuttig. De koning heeft mij niet kunnen overtuigen. Ons partijbureau heeft mij een opdracht gegeven. We gaan niet in een comité der wijze zitten. We willen wel heel constructief meewerken aan een staatshervorming. De Vlaming heeft daar ook om gevraagd. Maar we zijn geen dépanneur van oranje-blauw.
Als je Carolingenee ziet buitenrijden van het Koninklijk Paleis, haar venster open doen en aan de deur aan de journalisten zeggen: de koning heeft mij niet kunnen overtuigen. Ja, dan zeg ik: jongens, hier klopt iets niet. En hij kan eigenlijk maar echt zijn rol spelen indien hij inderdaad aan de ene kant politiek gedekt is. Maar in een periode van politieke crisis betekent dat ook dat hetgeen hij in de Collect Singulier zegt, dat dit effectief in de Collect Singulier blijft. Even later ontstaat er opnieuw ophef als de onervaren partijvoorzitter Alexander De Croo argeloos vertelt hoe zo'n audiëntie verloopt. En wat vroeg de koning? De koning zei, het is duidelijk dat u snel een oplossing wil voor BHV. Ik zei, ja, inderdaad, dat hebt u goed gelezen. En hij wil eigenlijk weten welke de opties zijn om dat te verwezenlijken. Ja, en wat hebt u hem gezegd? Ik heb hem gezegd dat, dat wij in die onderhandeling ons vertrouwen beschaamd gezien hebben. Indien men het systeem wil handhaven, en ik zie tot nader orde niet hoe men in België een ander systeem zou kunnen tot stand brengen, ja, dan moet men inderdaad ook heel zorgvuldig die Collect Singulier respecteren. Als de koning in de jaren 90 nog het ongenoegen tegenover de politiek kan kanaliseren, dan deelt hij nu in de klappen. Er wordt gelekt dat hij de N-VA staatsgevaarlijk vindt. En de CD&V zou haar kartel met die N-VA maar beter moeten opbreken. Zo zou de suggestie van de koning zijn geweest. De koning kan ook een politieke stelling nemen in dat Collect Singulier. Hij moet nu eenmaal zoeken naar oplossingen. Hij moet de garantie hebben dat het inderdaad een Collect Singulier blijft. Indien hij daar voortdurend terughoudend moet zijn omdat het publiek zou kunnen worden, ja, dan wordt die rol zeer moeilijk. Om een regering te vormen doet de koning uiteindelijk een beroep op uitredend premier Verhofstadt. In december 2007 slaagt hij erin een regering op de been te brengen. Ik zweer getrouwelijk aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. De afspraak is dat 3 maanden later Yves Le Terme de fakkel overneemt. En dat gebeurt ook in maart 2008. De regeringen volgen elkaar nu in snel tempo op. Het is duidelijk dat er een politieke instabiliteit heerst in het land. In zo'n klimaat maak je geen misbruik van de monarchie, zegt Guy Verhofstadt. Op zijn beurt verwijt hij zijn opvolger Yves Le Terme dat die de monarchie heeft misbruikt. Zo van bij onderhandelingen, als die stroef waren, zeggen van, en nu gaat naar de koning. was een soort van drukkingsmiddel. Dat wordt in onderhandelingen toch wel nog eens gebruikt. Maar af en toe ook in praktijk gebracht. Hè. Op 15 juli 2008 biedt premier Le Terme het ontslag van zijn regering aan. Koning Albert houdt het in beraad. Premier Le Terme wil op die manier de partijen onder druk zetten om een akkoord te bereiken over een nieuwe staatshervorming. Eigenlijk is dat niet aangewezen om dat te doen. Waarom niet? Nee, omdat daarvoor de koning niet dient. De koning dient niet als een hulpmiddel om druk op andere partijen te gaan uitoefenen. Daar ben ik het niet mee eens trouwens. De koning heeft zeker de persoonlijkheid om dat niet te laten gebeuren. Maar dan hangt het af van de ervaring die zo'n koning heeft. En u zou even goed kunnen argumenteren dat u een instelling hebt gebruikt en met een minder ervaring. Nee, maar ik spreek tegen dat ik die instelling zou pogen te gebruiken hebben. Ja. Ja. Uiteindelijk zal de koning het ontslag weigeren en de regering Le Terme ontheffen van haar communautaire opdracht. Maar zelfs dan is de eerste regering Le Terme geen lang leven beschoren. In december 2008 beschuldigt de voorzitter van het Hof van Cassatie de regering ervan te zijn tussengekomen in een gerechtelijk dossier. De val van de regering is bijna live op tv te volgen. Ik zal u misschien de brief lezen. Ik citeer. Het bewuste passage, ja. Ik acht, zegt de heer Londers, die vaststelling zodanig ernstig dat ik eraan hou u hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Dus bij mijn eerste interpretatie, het Hof van Cassatie in zijn hoogste macht, als ik het zo mag zeggen, beschouwt dat men getracht heeft de uitspraak van het Hof van Beroep te wijzigen. Gewezen eerste minister Wilfried Martens met zijn kinderen op vakantie in Disneyland wordt teruggeroepen. Hij moet proberen een nieuwe regering te vormen. Alles zal nu afhangen van de politieke wil van diegenen die
op basis van het initiatief van de koning zullen geroepen worden. Uiteindelijk kan Martens Herman van Rompuy overtuigen om de regering in dezelfde politieke samenstelling verder te zetten. Onder het motto rustige vastheid brengt hij de politiek in een rustiger vaarwater, wat de koning erg apprecieert. Het vertrek van Rompuy is opnieuw een tegenvaller voor koning Albert. Wij zijn in november 2009, de donderdag word ik voorzitter van de raad benoemd. En de maandagmorgen zeg ik tegen de koning, u moogt gerust zijn, ik blijf eerste minister. Enthousiasme van zijn kant zegt aan de koningin, meneer Van Rompuy blijft, goed nieuws en zo meer. Twee dagen later moest ik hem zeggen, kijk, ik denk dat er bijna 26 landen zijn die akkoord zijn dat ik voorzitter van de raad word, dus ik zal toch moeten gaan. Dat was een hele, hele grote ontgoocheling. Hij is jarenlang kwaad geweest op president Sarkozy, die eigenlijk aan de oorsprong zat van mijn kandidatuur en van mijn benoeming. Nauwelijks 11 maanden is Herman Van Rompuy eerste minister geweest. As president-elect of the council, I will listen carefully to everyone and I will make sure that our deliberations turn into results for everyone. Na de aanstelling van Van Rompuy als voorzitter van de Europese Raad wordt Leterme opnieuw eerste minister. Tegelijk krijgt Jean-Luc Dehaene de opdracht om te kijken hoe de kieskring BHV kan worden gesplitst. In de marge van die opdracht probeert Dehaene voor de tweede keer de grondwettelijke macht van de koning in te perken. En toen waren juist een reeks interviews verschenen naar aanleiding van zoveel jaar niet ondertekenen van de abortuswet. En nagenoeg alle partijleiders hebben toen gepleit om die functie van de koning inderdaad ook grondwettelijk te gaan beperken. En ik, op basis daarvan dacht ik dat daar ook wel een consensus zou rond zijn. Als de Open VLD onder leiding van Alexander De Croo de stekker uit de onderhandelingen trekt, valt ook de regering Leterme voor de tweede keer. Zeggen wat men gaat doen is soms gemakkelijk, maar het ook effectief doen is niet evident. Meteen sneuvelt ook de nieuwe poging om de grondwettelijke macht van de koning in te perken. Ja, dat is achteraf gebleken dat tussen de verklaring in de gazet en de daden dat er ook bij partijvoorzitters soms nogal eens een afstand is. Yves Leterme is nu eerste minister in lopende zaken. Eerst tot aan de verkiezingen in juni 2010, maar later zelfs tot aan de vorming van een nieuwe regering. Meer dan 1,5 jaar zal hij premier in lopende zaken blijven. Wanneer je in lopende zaken bent, dan ga je een aantal dingen minder diepgaand behandelen. Maar een premier in lopende zaken moet bij de pinken blijven. Hij moet elke toespraak blijven goedkeuren, ook als de koning met de vuisten op tafel slaat. Het moment is daar waarop de waarmoed erin bestaat vastberaden het compromis na te streven dat bijeenbrengt en de tegenstellingen niet verscherpt. Als een dergelijke overeenkomst wordt bereikt, kan een nieuwe federale regering worden gevormd. Ik ging daarmee akkoord, ik ga er nog altijd mee akkoord en ik heb ook nogal wat respect voor die zeer menselijke reactie. Ik heb ook meegemaakt hoe wij bijna fysiek gebukt gingen onder de zeer zware financieel-economische gevaren die dreigden voor het land. En ik kan u zeggen dat de koning daar ook authentiek, oprecht, menselijk om bekommerd was. En dus dat dan op een bepaald moment leidt tot zo'n reactie. Tot zo'n verbeelding van die verbolgenheid. Ik heb daar bijzonder veel begrip voor. Na 541 dagen, een wereldrecord, wordt er eindelijk een regering op de been gebracht onder leiding van Elio Di Rupo. Di Rupo brengt opnieuw stabiliteit en daardoor komt ook de koning als instelling weer in rustiger vaarwater terecht. Hij heeft een heel belangrijk rol gehad gedurende de onderhandelingen. Het was niet gemakkelijk gedurende 541 dagen, de politieke crisis. En dikwijls, zijn rol was een soort van brugbouwers tussen de partijen, tussen de mensen,
om de onderhandelingen te herlanceren. In 2012 laat de premier een merkwaardig zinnetje passeren in een toespraak. Het politieke land staat opnieuw in rep en roer. De crisis van de jaren 30 en de populistische reacties die ze teweegbracht, mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend. De jaren 30 waren totaal andere toestanden als vandaag. Hè. De jaren 30, dat is het opkomen van Mussolini, dat is het opkomen van Hitler. Dat is de verschrikkelijke crisis, dat is de bewapeningswetloop zelf in de jaren 30. Daar is geen enkele vergelijking met de huidige toestand. Dus ik vind het ook gewoon niet correct van die vergelijking te maken. Laat staan of dat het politiek nuttig was van ze te maken. Maar ze is doodgewoon niet correct. En dat vond ik voor mij voldoende om te zeggen dat dat beter uit die tekst was weggebleven. Dit zijn twee, als ik het allemaal bijeentel, twee incidenten op 20 jaar. Waar de politicus die de volledige verantwoordelijkheid moet dragen. De koning wijkt met zijn toespraak niet af van de traditionele houding tegenover nationalisme. Maar de nieuwe premier maakt een inschattingsfout. Hij betaalt hier leergeld. We hebben een idee om te zeggen, we schrijven zinnen. Hè. We willen iets te zeggen, maar misschien af en toe de woorden zijn niet volledig adequaat. En de resultaten is tegen het originale idee. Bon, voilà. Het was het geval in het bijzonder voor de speech van december, denk ik. Ja. U ging akkoord met de stelling van de koning? Ze waren zijn speech, maar mijn politieke verantwoordelijkheid neem ik. Hè. Daar zou ik waarschijnlijk tegen gewaarschuwd hebben en gevraagd hebben van dit er niet in te bouwen. Maar los van dat, als de eerste minister daar de politieke verantwoordelijkheid voor genomen heeft, is dat ook op zich geen probleem. Maar conclusie, bij de volgende speech gaat u nog eens twee keer opnieuw lezen om bewoordingen à la populisme. Na de reacties, ja, zeker twee keer, ja. Ja, ja, dat is waar, ja. Di Rupo regeert in tijden van economische crisis. Hij zal op enkele jaren tijd meer dan 20 miljard euro moeten besparen. Als de vorige generatie politici een trauma opliep bij de abortuswet en de weigering om die wet te ondertekenen, dan is de huidige generatie gevoelig voor geldzaken. Er is ook een hele evolutie in de tijdsgeest. En ook het feit dat we in een financieel-economische crisis zitten, dat er bijzondere inspanningen worden gevraagd van in ieder. Dit maakt de prikkelbaarheid van de publieke opinie voor wat er gebeurt met dotaties, met belastinggeld, veel groter nog. Dat is niet meer dan normaal. En dus moeten in tijden van economische crisis ook de leden van de koninklijke familie besparen. Dat is zeker de lijn die hij in gans zijn koningschap heeft gevolgd, namelijk zijn uitgangspunt. Wij kunnen ons niet veroorloven, een koning kan zich niet veroorloven dat er situaties bestaan die aanleiding geven tot kritiek, misverstanden van de aard zoals we die hebben meegemaakt. Ik denk dat de koning ook wel de zorg heeft dat effectief het instituut als dusdanig zichzelf niet ondermijnt door het gedrag van een aantal van haar leden. Di Rupo kan nu een fout van 20 jaar oud rechtzetten. De nieuwe koning zal btw en accijnzen betalen. De dotaties voor de andere leden van de koninklijke familie worden opgedeeld in een loon en in werkingskosten. En op dat loon moeten belastingen worden betaald. En het aantal dotaties wordt beperkt. Ik denk dat daar een beslissing genomen is, een wijze beslissing, van dat buiten de koning en de kroonprins dat er geen dotaties in de toekomst zullen uitgekeerd worden. Ik denk dat daar nu een hele brede kamerbrede, zoals men zegt, consensus over is. De toestand blijft zoals het is voor Laurent en voor Astrid. Maar voor de nieuwe prins en prinses, voilà. Alleen in de directe lijn een dotatie, voor de rest moeten ze werken. Ja. Maar dan heb je op dat moment koningskinderen die wel
ja, om de broden gaan ja, werken. Maar dat vind ik ook normaal. Maar is niet een schande om te werken, dus... Ik denk dat de regeling voor de toekomst ook de beste regeling is. Dat weet iedereen van bij het begin waar zich aan te houden. Dat ze hun eigen beroepsloopbaan moet uitbouwen, dat ze hun eigen leven moeten leiden, dat ze hun eigen kost moeten verdienen. Dat is een gezonde situatie, ik zou bijna zeggen, vanaf de geboorte. De inperking van de koninklijke macht, die van het grondwettelijk bekrachtigen van wetten, is intussen helemaal naar de achtergrond verschoven en is volgens sommige premiers zelfs niet dringend meer. Ik zou in de huidige omstandigheden niets aan het systeem wijzigen. Iets anders is of dat men daar later niet moet aan denken. En ik vind dat men die reflectie heel grondig moet doen. Ik ben overtuigd dat het vroeg of laat zal gebeuren. Ik denk dat die discussie ongetwijfeld zal komen, ja. En de reden waarom die er nogmaals voorbij 20 jaar niet is geweest, is ongetwijfeld de manier waarop koning Albert zijn exemplarische manier waarop hij zijn taak vervuld heeft. Andere partijen willen de monarchie veel grondiger hervormen. Zo wil de N-VA de koning buiten het proces van de regeringsvorming houden. En dat kan zelfs zonder de grondwet te wijzigen. De enige figuur die dat kan overnemen, is de voorzitter van de Kamer. Nu, vlak na verkiezingen, is er geen voorzitter van de Kamer. En als er iemand is, die moet zich dan gedragen als zijnde boven de politieke partijen. Wat niet makkelijk is. Want gewoonlijk is het Kamervoorzitterschap een functie die toegewezen wordt om partijpolitieke redenen. Dus van die man of die vrouw moet dan een heroïsche houding verwacht worden, wat niet onmogelijk is. Maar het aantal mensen die daartoe in staat zijn, zijn schaars. En mijn overtuiging is dat als je de ganse evolutie ziet van Leopold I tot koning Albert en morgen naar koning Philip, dat het een evolutie is naar een meer ceremoniële rol en een minder politieke rol. Maar ik zie nog niet zijn rol in politieke crisismomenten zomaar vervangen door iemand anders. Er is daar bovendien een functie die losstaat van de rol van de koning in crisis. Dat is symbool van de natie. En als symbool van de natie wordt hij ook in Zweden, in Noorwegen, in Denemarken, in Spanje, in andere landen aanvaard. Dat zijn geen onderontwikkelde landen. Dat zijn geen landen van analfabeten, bij manier van spreken. Dat zijn hoog opgeleide samenlevingen die vinden dat de monarchie een rol speelt in het symboliseren van de natie. En die landen staan zelfs niet eens onder druk wat hun eenheid betreft. De conclusie van alle premiers is duidelijk. Koning Albert is de gehoorzame koning geweest. De man die nooit buiten de lijntjes kleurde. Ik denk dat we nog nooit een periode hebben gehad, enfin, de periode die ik heb toch meegemaakt van 9 jaar en nu al meer dan 10 jaar, waarbij de monarchie, meer bepaald de koning, zo exemplarisch zijn rol heeft gespeeld, zonder te vervallen in een politieke rol. En dus zeg ik, ja, ook al zullen liberalen toch eerder ideologisch zeggen, ja, wij willen een gekozen staatshoofd, dan denk ik dat het voor België deze monarchie toch wel de beste oplossing is. Ik denk in de Belgische context moeilijk te vervangen. Ik denk dat, dat zelfs overtuigde republikeinen moeite hebben om te vinden dat het geen moeilijk zou zijn om puur een republiek te gaan maken in België. En ook de komst van de nieuwe koning Philippe laat volgens de regeringsleiders de monarchie niet wankelen. Maar ik denk dat België quasi uniek is, zoals het bestaat uit twee grote verschillende taalgemeenschappen. Die telkens tegenover elkaar staan, daar een republiek en een verkiezing voor een president organiseren, denk ik dat misschien nog moeilijkheden bij zou creëren. Hij heeft een heel belangrijke rol in ons land. Ons land is een fascinating country met onze realiteiten, met twee taalgroepen in het parlement. En ook bij de kiezers zijn de Republikeinen nog altijd niet in de meerderheid.
Zo rekent ons Herman van Rompuy voor. Indien de kiezers echt geen monarchie meer willen, dan stemmen zij voor partijen die een republikeinse dagorde hebben en het koningschap willen vervangen door iets anders. Ik moet tot nu toe vaststellen dat zij hun vertrouwen hebben gegeven aan partijen die op heel ruime en duidelijke wijze te kennen geven dat zij de monarchie willen behouden. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Zondag, dat weet u intussen, wordt de laatste werkdag voor de gehoorzame Albert en de eerste voor koning Filip. Welk adjectief op hem van toepassing zal zijn en hoeveel premiers hij zal meemaken, dat is stof voor later. Het budget van Panorama is helaas niet vorstelijk genoeg om u de hele zomer nieuw werk aan te bieden. Maar we hebben het voorbije seizoen reportages gemaakt die het verdienen heruitgezonden te worden. Bijvoorbeeld omdat ze de Belfius Persprijs gewonnen hebben. Ik heb het over onze reportage over zwart geld in het voetbal. De Fiscus buitenspel volgende week in Panorama. Graag tot dan. Ik denk dat in vele nationale en de topspelers tot 14.000 euro in zwart kunnen blijven verdienen. Op een jaar. Je hebt toch wel nood aan, blijkbaar aan... Aan zwart. Aan zwart. Ja, daar hebben we nood aan. Ja. Ik kan onmiddellijk 250.000 euro schulden. Perfect. Dat is zoiets uitwerken voor jou.